Wij wonen in Holten, hè? En wij dachten, we moeten een naam hebben voor een nieuwe plaatlabel. En toen kwamen wij op het geweldige idee om dat Hollywood te noemen. Maar dat kwam een beetje omdat Dean Sanders kwam bij ons in de platenmaatschappij. En toen hebben we dat onder de naam Hollywood gedaan. Daar zijn we heel blij mee, heel trots op. Want Dean is een goede zanger, een goede entertainer. Dus we waren blij dat hij wilde tekenen bij ons in de platenmaatschappij. En daar zijn we nu druk mee aan de gang. De eerste single doet het hartstikke leuk. Maar we gaan natuurlijk verder. Ja, je zegt Hollywood. Ja, het is wel een beetje het Hollywood van Holten, hè? Ja, het naam is grappig. Het kwam in één keer zo voorbij. En ja, waarom niet? Hollywood. Je hebt ook Hollywood. Dat is Hilversum. En ja, in Holten gebeuren ook mooie dingen. Dus ja, waarom niet? Maar het zit inmiddels weer vol. En dat is wel leuk, want ja, sinds 2 jaar hebben we het zwembad. En het is wel grappig, dat daar zitten we toch wel regelmatig in. Met elkaar te filosoferen over wat voor liedjes we moeten gaan opnemen. En het weer is goed, dus ja, we plonzen er weer in. Is dat de plek van de beste ideeën? Ja, dat is wel zo, ja. We zitten lekker ontspannen en liggen weer in het zwembad. En dan gaan we een beetje brainstormen over liedjes. En dan ontstaat er weer iets. Nou, dan gaan we snel het zwembad uit de studio in. En dat is het leuke van de Rooftop Studio. Nou, je moet zorgen dat je goed weet wat er in de markt speelt. Wat er gebeurt, wat de mensen willen. Dan moet je maar in proberen te spelen. Zorgen dat je mooie producten maakt. Continu mooie dingen blijven maken. Ik denk dat het geheim is. We maakten ooit een liedje met Nick en Simon. Dat heette Rosanna. En we hadden nooit verwacht dat dit zo zou uitpakken. En aan de andere kant maak je een nummer waar je dagen mee bezig bent. En dan denk je, nou, dit gaat gebeuren. En dan gebeurt er niks. En dat is het ongrijpbare van dit vak. En het leuke tegelijkertijd. Het is een gek vak. Morgen kun je nummer 1 staan en overmorgen kun je nummer 600 staan. En dat maakt het ook interessant. Ik bedoel, dat is ook de uitdaging iedere keer weer. Om gewoon te zorgen dat je toch wel weer wat moois maakt wat de mensen kan boeien.